Om te veranderen moet je samenwerken in Europa. Ik ben opgegroeid in Brabant. Op de basisschool wilde ik natuurbeschermer worden. Ik was onder de indruk van de kracht en kwetsbaarheid van de natuur. Jagen op walvissen of zeehonden, daar kan ik me zo kwaad om maken. Daar wilde ik iets tegen doen. De manier voor mij, als echte Bertha, om dat te doen, was in de wetenschap. Ik ben Bas Eickhout, klimaatwetenschapper die de politiek is ingegaan. Als scheikundige onderzocht ik klimaatverandering. En ik ontdekte, de oplossingen zijn er, maar politici blijven treuzelen. En dat is precies de reden dat ik de politiek ben ingegaan. Om echt iets te veranderen, moet je zelf aan de knoppen zitten. En laten we eerlijk zijn, de huidige machthebbers doen veel te weinig om klimaatverandering te voorkomen. De urgentie wordt steeds groter, maar actie blijft uit. Nederland kan het niet alleen. Daarom werken we samen met andere landen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Daarom ben ik lijsttrekker voor de Europese Groenen geworden. Deze verkiezingen gaan over een fundamentele keuze. Blijf je afwachten of kies je voor een gezamenlijke aanpak van klimaatverandering? Samen sluiten we kolencentrales, investeren we in schone energie en in hoge snelheidstreinen. Waar anderen kiezen voor grote bedrijven, voor business as usual, kies ik voor een Europa dat werkt voor iedereen. Het is tijd voor politici die er zijn voor de mensen in Europa. En dat kunnen we nu verwezenlijken, maar daar heb je wel politieke moed voor nodig. Om te veranderen moet je samenwerken in Europa.